Dus vandaag, 18 november 2009, is het exact 50 jaar geleden dat we op woensdag Kom voor de Dak af gingen opnemen. In de studio in Heemstede. En met de trein er naartoe. Wij staan nu op het perron van Eindhoven en staan op punt om de trein in te stappen. Harry was de jongste, die was 16. Dan kwam ik was 18. Karel Jansen was, de bassist, was 20. Klaas Boegels was 20 of 21. En Peter van der Voort, de drummer, was 21. Ja, wacht even, ben ik nou de zanger van de band of ben ik de roadmanager van de band? Dankjewel. Zetten we brusjes mee? Dit nou is een F! Ja, en dan stil zeg, als hoort. Ja, dit is toch. Gaan we zitten, joh. Ja, goed. Ja. 50 jaar geleden zaten we ook in de trein. Het lijkt een beetje op deze. En daar gingen we naar de studio om twee liedjes op te nemen als demo. En degene die dat had geregeld, dat was Toon Wagemans, die zit dus daar. Maar een paar dagen van tevoren had ik een nieuw liedje geschreven. Kom van het dak af. Maar die jongens die kenden dat dus helemaal dus nog niet. Dus ik, nou, aangezien die reis verschrikkelijk lang duurde, zeg ik, nou, ik heb een gitaar bij me. En speelde ik het voor en zong het voor. Ik zei, het gaat ongeveer zo. Hey! 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 Kom van dat dak af! Waarschuw niet meer! Nee, van dat dak af! Nou, dus begon ik. Ja, het zou misschien wel nuttig zijn als jullie vast proberen wat mee te spelen. Maar hoe reageerden ze dan hierop? Nou, eerst nadat ik het had gespeeld. Zei, ja. Iedereen verveelde zich rot in die trein, laten we het maar gaan doen, weet je wel. Laten we maar maar doornemen. Dus tegen die tijd dat we in Heemstede waren, kende iedereen wat hij moest doen. Hey! Nou, tot zover is dat goed. Ja, dat Go wel. Van de was dat het zo ongelooflijk puur was. Er zat geen leugentje in, behalve dan de Amerikaanse uitspraak van kom er van dat dak, van hey baberiba, wat hij nou ook wel eens doet in de latere versie. En speelde mee dat jij Brabants zong. Denk je dat dat in het voordeel is geweest van dit lied? Nou, ik heb een hele hoop mensen toen die tegen mij zeiden dat ze het niet verstonden. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar het is een onderdeel van de oorspronkelijkheid. Dat hoort allemaal bij elkaar. Zoals hij die sax solo en zijn stem en zijn Amerikaans proberen Amerikaans te praten met een Nederlandse tekst. Dat is precies de jus en alles klopte gewoon. Leone Janssen zijn vrouw was een corseres, maar bij gebrek aan het touwen komt een op het bordes. Het eten werd koud en Janne Janssen werd heet en in de straat weer klonk zijn kreet. Kom er van dat dak. Sta je daar op het dak? Ja, maar op hoeveel daken heb ik gewoon niet gestaan, man. Ik werd er helemaal gek van. Ik haat het. Ja, waarom? Ten eerste heb ik hoogtevrees. Zo vaak. En ten tweede, mensen konden niks beters meer bedenken. Of nooit bedenken. Dus toen kwam de dak een vier keer een hit geweest. En elke keer weer opnieuw. Hey, zullen we zo'n fotoreportage maken? En dan hadden ze weer een dak bedacht. Denk ik. Dus op een gegeven moment heb ik ook, ik wil alles doen, maar ik klim nergens meer op. Ik ben het zat. Peter Koelewijn tenslotte wilde alsmaar iemand van het dak laten komen. Wie is ons niet duidelijk geworden? Ja, van dat dak af. Oh, van dat dak af. Van dat dak af. Hé, kom van dat dak af. Van dat dak af. Ik waarschuw u niet meer. Kom eraan. Ik aan het eind, jongens. Ik ga het weer opbouwen. Ik ben al gebroken. Laatste stukje. Van de dak af. Even jullie even slapen. Van de dak af. Van de dak af.
Martinez!